We maken daar mensen mee blij. We brengen ze samen. We zien dat ze binnenkomen vaak ook wat een beetje in zichzelf gekeerd. Soms echt letterlijk dat ze voorover gebogen zitten. En ze gaan bijna met de handen in de lucht de zaal uit. Wat gebeurt er dan met het brein? Ja, kijk. Die klanken en jullie uitstraling. Maar kijk. Wat heel lang actief blijft, is natuurlijk die meest mens-eigenlijke eigenschappen, de mensen-eigenschappen. En daar speelt de herstap zeker een grote rol in. Maar ook je limbische structuren spelen een rol in. Dat de warmte, empathie, en dit zie je ook bij de ziekte van Alzheimer, die structuren die empathie vertegenwoordigen. Dit zijn banen die lopen niet aan deze kant, zou ik niet. Mm-hmm. En die zijn nog relatief lang gespaard. Dus als je ze empathisch benadert, invoelend benadert, dan is dat circuit ook nog reagerend daarop. Ja. Als het weg is, kunnen we niet reageren. Dus er moet reactie zijn, anders zie je het niet. Ja. En ik denk dat die zeg maar, fundamentele levenseigenschappen als warmte en liefdevolle benadering, dat die beroept op tot die structuren die er ook relatief nog zijn. Het is allemaal relatief. Ja. Het gaat enorm achteruit, maar relatief is het. Ja. Hetzelfde als dat iemand zegt, als ik gewoon iemand mijn arm om me heen sla, zou iemand dat dan voelen? Hè? Mm-hmm. Ja, dat is dermate... Neem tastgebieden bijvoorbeeld. Yeah. De tasten, die zitten hier, die tastgebieden zitten hier. Yeah. Dat is het langst actief nog bij de dementie. En ja, daarom ook de snoezelkussens. Ja, precies. Yeah. Of het aanraken van de verzorging die je zo door je haar strijkt. Mm. En ook iemand zijn rug wrijft. En die doen het natuurlijk uit liefde. Maar ik zeg ook altijd, ja, het komt ook nog aan in die hersenen. Dus dat zijn gebieden die zijn heel vroeg in het leven zijn ze actief, want iedereen knuffelt en aait met je als je op de wereld komt. En ze zijn er. Dus wat jullie doen is denk ik zeker ook heel veel warmte bieden, mm-hmm. heel veel empathie, heel veel liefde geven. Mm-hmm. Ja, dat is vanaf het begin van het leven was het ook zo. Yeah. En als je natuurlijk dan mooi zingt dus je hebt de klanken, de menselijke stem. Ik denk dat is de tekst wat je maakt. Ja. Oh cool, om het zo allemaal te horen. En dan breng je de mensen samen. Ja, je brengt het samen met en muziek en jullie uitstraling. En de warmte die je meeneemt qua empathie bedoel ik. Ja. En dan zie ik ook nog dat jullie dicht bij die bewoners hè, zo met hun dingen doen. Ja. Dus ik denk dat het een combinatie is van die factoren waarbij iemand die ernstig... achteruit is gegaan door de ziekte, wel toch nog een beroep wordt gedaan op die overgebleven gedeeltes. Ja, ja. En dat zijn vaak die delen die je vanaf het begin van het leven nog kent. Hè? Ja, het is extra mooi dat ook familieleden erbij zijn om dit waar te nemen dat er kan gebeuren. Ja, ik weet dat iemand wel eens gewoon bijvoorbeeld met handen vast en dan zo wrijven over handen heen wrijft. Ja, dat soort dingen, dat soort vormen van stimuli, die werken wel. Ja. Maar goed, jullie hebben natuurlijk een soort verrijkte omgeving aanpakken, mm-hmm. want alles zit erin. Mm-hmm. Al verschillende sensorische stimuli, zang, muziek, jullie verder fysieke uitstraling. Ja, dat is een hele mooie aanpak. Ja, heel mooi. Ja. Omdat het een beroep op die gebieden die er nog zijn. Ja, te gek om zo te horen en dat we dat. Dat het goed is wat we doen. Ja. Dat het kan aanslaan. Nou ja, je ziet dat het goed is. Ja. Je kunt het ook. In ieder geval voor een deel, zeker goed verklaren door naar de hersenen te kijken. Ja. Yes. Dankjewel Erik voor je tijd. Graag gedaan.